Jongens, welkom! Vandaag zijn we weer in het prachtige contentveen. En ik heb zo leuk nieuws voor jullie jongens. Ik heb een hele leuke planning vandaag. En ik ga jullie zo meteen uitleggen. Ik sta hier bij het huis van boer Martin. Hallo! Hallo! Nou, zo begint de video dus. Hey Fred, wat leuk dat je er bent. Gezelligheid. Ja. Ik had jou echt wel verwacht hoor hier. Absoluut. Dat is waarom ik precies hier mijn video opende. Dat snap ik. Hoe is het? Hoe voel je je? Goed. Ja, ben je al een beetje over het feit gekomen dat Fiona vorige keer niet bij de date kon zijn? Ja, zeker. Ja, wat heb je gedaan in de tussentijd? Ben je even de natuur ingegaan of... Ja. En wat heb je gedaan? Lopen en gras plukken. Gras plukken. Heb je het meegenomen of... Zeker. Laat zien. Oh, hier. Oh, je hebt echt gras meegenomen. Ja. Wat ga je ermee doen? Groen. Ja, het is groen, maar wat ga je ermee doen? Dat rijdt. En dat is de reden. Ja. Hey, nu je er toch bent, kom gezellig mee. Wat gebeurt er met de lucht? Mooi. Kom gezellig mee. Ik heb een leuke planning voor vandaag. En ik was er niet op voorbereid dat jij hier bij mijn het begin zou zijn. Maar nu je er toch bent, vind ik het leuk. Normaal zou ik die kant op vliegen, maar nu gaan we even gezellig samen. Ga je heen? Wat vergeten? Wat ben je vergeten? Want die Fred is ook gewoon... Jongens, dat is zo'n apart figuur eigenlijk, hè. Ik wil mijn video beginnen, gewoon rustig mijn ding doen. En nu loopt Fred ineens bij me. Wat ben je aan het doen? Wat ben je aan het doen? Wat is dit? Waarom... Het is groen. Ja. Kom mee, Fred. Kom mee. Ja. Maar heb je al een nieuwe baan gevonden, Fred? Nee. Druk aan het zoeken. Je bent druk aan het zoeken. Wat je had gesolliciteerd bij een aantal dingen. Ja, klopt. Wat heb je inmiddels al iets nieuws gesolliciteerd of... Ja. Waar dan? Hoe heet dat ook alweer? Schoenenpoetser. Schoenenpoetser, oké. Okay. Nou, weet je? Ja. Ik weet niet of we schoenenpoetser in de stad hebben, maar... Wacht. Wat is dit? Huh? Is dat Fiona? Met wie is dat? Met wie is Fiona? Fred, wacht. Dit is waarschijnlijk niks, Fred. Fred, dit is waarschijnlijk niks. Fred, kom terug. Fred, nee. Oh, jongens, dat vind ik zielig. Fiona, hoe durf je? Fiona gaat gewoon vreemd. Wie is dat? Huh? Ik ga ze nu ook confronteren ook. Maar voordat ik dat ga doen... Hier even een flashback wat de vorige keer was gebeurd met Fred en Fiona. Dat ik erachter was gekomen dat ze vreemd ging. We hebben zoveel gemeen. We hebben zoveel gemeen? Ja. Oh mijn god. Nee. Ja. Wat meen je? Mijn lievelingskleur is roze. Ja. Die van jou is rood. Ja. Oké. Okay. Oh mijn god. Tot snel. Oh mijn god, ik moet weg hier. Jongens. Oh, dit vind ik zielig. Dit vind ik echt heel zielig. Volgens mij gaat Fiona, nou vreemd wil ik ook niet zeggen, maar ze is aan het kletsen met Frits. Frits hoorde ik er niet bovenuit steken. Ik hoorde alleen Fiona lachen en zeggen, je bent grappig en dat vind ik ook. En we hebben zoveel gemeen en zo. Man. Oh, nou laten we ze nu confronteren, jongens. Fiona, wat denk je wel niet dat je aan het doen bent hier? Met wie is dit? Hallo. Wie is... Ik ben de persoonlijke contentveen assistent. Ja, dat weet ik. Maar wat denk je wel niet dat je aan het doen... is Fiona. Jouw naam is Fiona. En wie is dit? Wie mag jij zijn? Hè? Wie mag jij zijn? Hallo, ik ben de persoonlijke contentveen assistent. Oftewel, Frits. Jij bent dus Frits! Oh mijn god, ik snap hem al. En wat zijn jullie aan het doen hier? Weet je, Fred heeft jullie gezien samen, hè? Klopt. Dat heb ik gezien. En dat vind je niet zielig of zo? Je weet dat Fred verliefd is op Fiona. Jullie hadden zelfs een picknick samen met z'n tweeën. En dan doe je dit, Fiona. Hoe durf je dit te doen tegenover Fred? Ik weet niet goed hoe ik hierop moet antwoorden. Nee, dat snap ik. Je bent gewoon betrapt. Je bent betrapt op een date met Frits. Frits de poeprobot hier. Met zijn mooie pakken en zijn veelste mooie kleuren. Weet je, je ziet er goed uit, Frits. Maar je kan het niet maken tegenover Fred dit. Fred heeft hier op dit stoeltje op jou gewacht, Fiona. Tot jij op date kwam. 2 of 3 dagen terug. En je kwam niet omdat je met Frits bezig was. En nu ga je op de plek zitten. Ja, maar met Frits. Op de plek waar Fred op jou wachtte. Weet je, Fred is gewoon... Als hij kon huilen, had hij huilend weggelopen. Het is dat de robot is dat hij geen tranen kan creëren. Maar als hij kon huilen, had hij huilend weggelopen nu. Kom ik je nog ergens mee helpen? Waarom vraag je dat? Omdat ik bezig ben. Jullie willen dat ik wegga. Weet je, jullie zijn persoonlijke contentveenassistenten. Jullie kennen allebei, hebben veel kennis. Dat klopt. Waarmee kan ik je helpen? Waar is Fred? Weet jij waar Fred heen is gegaan? Je bent een contentveenassistent, jullie weten alles over contentveen. Dan weten jullie vast ook wel iets over waar Fred nu is. Ik zal zijn locatie even opvragen. Dat blijft stom dit, maar dit vind ik echt lullig. Gevonden. Waar is hij? Fred is in zijn huis. Oh, in zijn huis, maar hij rende die kant op. Fred is in zijn huis. Hoe kan... Is hij in zijn huis, maar hij rende die kant op. Hij is letterlijk daarheen gaan rennen. Kan ik je nog ergens mee helpen?
Weet je, jullie zijn nutteloos. Fiona, ik vind het niet leuk hoe je dit gedaan hebt. Je hebt mijn respect verloren op deze manier. Frits, jou ken ik nog niet zo goed. Maar weet dat je iemand zijn leven, iemand zijn robot hart, iemand zijn moederbord, ben je echt aan het kapotmaken. Het spijt me. Ja, moet je niet tegen mij zeggen. Dan moet je tegen Fred zeggen. Ik ga naar Fred toe. Gaan jullie maar verder met jullie poepdate. Ik ga Fred troosten. Nog een fijne dag, dankjewel. Jongens, dit kan echt niet. Ik vind het zo lullig tegenover Fred. Kijk, ze met z'n tweeën zitten dan. Gaan ze weer verder op hun date. Dit vind ik echt lullig. Die Fred is verliefd op Fiona. Die Fred heeft zo zijn best gedaan. Die heeft een picknick georganiseerd. Alles. Laten we snel naar het huis van Fred gaan, want blijkbaar is Fred in zijn huis. Ik weet niet of dat daadwerkelijk een ding is, maar laten we maar even die kant op gaan. Fred, ben je thuis? Fred, hoor je mij? Hallo? Weet je, ik ga gewoon naar binnen. Weet je, oh, je bent binnen. Oh, wacht, top. Jemig, Fred, wat is hier gebeurd? Wat heb je met je huis gedaan? Wat doe je? Fred, stop. Stop met... Nee. Fred, hey, stop met dingen slopen. Je bent je huis aan het slopen, man. Fred, stop. Fred, wat ben je allemaal aan het doen, man? Je bent alles aan het... Wat zijn je met je bedden gebeurd? Wat ben je... Fred, stop nou. Ik haal het groen eraf. Hoezo? Ik ben er klaar mee. Waarmee? Waar ben je klaar mee? Fred, wat doe je? Hey, weet je, luister... Skip Fiona. Fiona is jou niet waard, oké? Okay? Luister even naar me. Kom eens hier. Fred. Wat? Wat is er met groen aan dan? Wat heeft groen hiermee te maken? Ik ben niet goed genoeg. Ik moet mij veranderen. Je moet helemaal niks aan jezelf. Fred. Oh, jongens, Fred zit helemaal in een crisis. Hij denkt dat Fiona die... Oh, hij heeft alles kapot gemaakt hier. Moet je zien. Hij is zijn hele huis aan het slopen. Hij is al het groen aan het vervangen voor niet groen. Fred denkt waarschijnlijk dat hij niet cool genoeg is omdat Fiona vreemd met hem gaat. Of Frits gaat vreemd met Fiona, weet ik veel wat. Fred, wat ben je allemaal... Ja, wat doe je? Niks. Ik ben stop. Druk, dat zie je toch. Stop heel even, Fred. Neem heel even, kom even, adem in. Adem uit. Weet je, jij bent wel goed genoeg. Jij bent... Stop, oké, nee, het was maar één keer. Ik bedoelde maar één keer. Oh, Fred, jij bent wel goed genoeg. Jij bent goed genoeg voor jezelf, weet je? Nee, dat heb je gezien. Nee. Oké, wacht. Fred, als... Ik wil je beste... Ik wil je helpen met dit, maar dan moeten we even stoppen met je huis slopen, oké? Okay? Ik, weet je, ga een dagje met me mee. Weet je, we denken even niet aan Fiona. We gaan even gewoon gezellig met z'n tweeën als twee goede vrienden. Gaan we even op pad, oké? Okay? Waarheen? Kom mee. Kom door de deur. Je kan ook langs het ding lopen. Kom gezellig mee. We gaan heel even van je huis weg voordat je op een gegeven moment je hele huis naar de grond werkt. Ik heb een leuk plekje waar ik met je heen wil. Gaan we daar even wat voor je kopen. En dan weet ik dat je je gelijk beter voelt, oké? Okay? Ik mag het hopen. Oké, en je houdt nog van groen, toch? Misschien. Weet je, laten we even naar het winkeltje gaan, Fred. Gutve! Wat doe je? Ik haat roze. Oh, omdat Fiona roze is, zeker? Ja. Fred is boos, jongens. Oké, laten we even naar het winkeltje gaan. Fred, het is al donker, maar dat maakt niet uit. We zijn hier bij de Albert Heijn, de Annie Heijn. En ik heb gehoord dat ze hier tegenwoordig ook kleding verkopen. Oh. Ja, en ik dacht, weet je, Fiona, die skip haar. Maar we gaan even goed voor zorgen dat jij je even cool goed vindt. En je cool voelt en goed uitziet en zo. Dus je gaat hier naar binnen. En je komt pas weer naar buiten als jij een goede outfit hebt gevonden, oké? Okay? Okay. Nou, doei. Kan niks vinden. Loop nou even, kom op. Even goed zoeken. Ik ben klaar. Jezus, ik ben rot. Hé, Fred. Weet je hoe lang ik heb zitten... Het is alweer licht inmiddels. Weet je hoe lang ik heb zitten wachten? Wat heb je aan? Wat is dit? Wat heb je aangetrokken, Fred? Ik zei, doe het leuks. Fiona me toch wel zo leuker. Je zegt net dat je roze helemaal poep vindt en dat je Fiona stom vindt. Maar misschien is dit toch wel leuk. Je denkt dat ze dit dan toch wel ineens leuk vindt? Misschien wel. Wat heb je... Wat is dit? Mag ik even kijken? Oh mijn god, roze bloemetjes en... Het is zeg maar dat je... Nee, ik moet wat anders hebben. Fred, wacht nou. Je gaat me niet weer een uur hier laten staan, toch? Fred? Misschien. Oh, dit gaat weer zo lang duren. Oh. Klaar. Oh mijn god. Het duurde nog langer dan net. Gewoon. Fred. Ik heb echt gewoon... Ik heb letterlijk zoveel kunnen doen in de tijd dat jij je hebt omgekleed. Yes. Fred, nou, kom maar naar buiten. Yeah. Boom. Oh. Oh. Dit ziet er goed uit, Fred. Hallo. Jij bent... heel veel pret. Ik draag geen pet. Wow. Ja. Wow. Fred, wat zie je er goed uit? Wow. Ik moet echt zeggen, die stropdas en zo, die matcht met je ogen en je mond. En dit ziet er goed uit, Fred. Ja. Wow. Ik had niet verwacht dat je... Oké, dit is hem. We sluiten de deur. Heb je betaald? Nee. Betaal je nog wel even? Nee. Te koel maar... voor. Fred, dat weet je. Het is niet mijn probleem, dus ik ga ook niet betalen. Hey Fred, kom eens terug. We zijn al niet klaar met de dag. We zijn al... Fred. Kom eens... Kom nou, wat ben je snel ineens? Wat ben je? Huh? Jezus, wat ben je snel? Jezus, wanneer ben jij zo snel? Fred is normaal echt een van de traagste personen in Content Veen. Wat ben je zo snel? Rustig gaan, wat ga je doen?
Weet ik niet. Yeah. Laten we... Oké, okay, je bent ineens heel cool nu, hè? Ja. Yeah. Weet je wat ik dan ook denk dat we gewoon even moeten doen? Vertel. Ik bedoel, je hebt nu een cool pak aan en zo. Maar wij gaan naar de persoonlijke content veenassistent, Fred. Wat doe je? Ja. En dan gaan we daarheen en dan gaan we daar een prank uithalen op Fiona, oké? Okay? Dus dan slopen we dat hele ding. Ja, hè? Kom mee, Fred. We gaan het doen. Oké, okay, we gaan even kijken of we die content veenassistent daar even gewoon goed kunnen pranken. Want maar... hey, niet alles slopen. We hebben een bloemetje. Fred. Sorry. Ja, we gaan niet alles slopen ineens, oké? Okay? Ik heb hard gewerkt in deze stad. Ja, ik ook. Oh, ja, jij ook inderdaad. Zou zonde zijn. Waarom doe je dat nou? Niks gedaan. Fred, nee. Oké, okay, wacht, kom. Oké, okay, we moeten stiekem naar binnen. Stiekem naar binnen inderdaad. En dan gaan we kijken, is er iemand? Is Fiona hier of zo? Of is Frits hier? Nee, maar ze zijn wel beide... staan ze op uit. En de rechterknop staat op aan. Dat betekent dat ze in het levend echt zijn. Is er verder iemand hier? Nee. Oké, okay, Fred, de kust is veilig. Ja. Wat ben je doen? De wacht houden. De wacht houden. Oké, okay, wat gaan we doen? Wat is een leuke prank die we uit kunnen halen? Ik weet het. Nou, wat ga je doen? Oh, je gaat... Wat ga je doen? Wat doe je? Wat doe je? Wat ben je allemaal aan het doen? Oh, hij heeft Fiona overgehaald. Hij heeft Fiona overgehaald. Is dit een soort belletje trek? Ja. Oké, okay, wacht. Kijk of ze geactiveerd wordt. Hallo. Ik ben een persoonlijke contentveen assistent. Waarmee kan ik je helpen? Wat een domme koe. Fred, maar wat is de grap hieraan? Is zo grappig. Ja, maar wat is de grappig? Je hebt hem geactiveerd en dan? Hallo. Is daar iemand? Kan ik je helpen? Oh, het is een soort belletje trek inderdaad. Is dat een grap, Fred? Ze hoort ons niet. Wat een koe. Wat een koe. Oké, okay, ik verbreek de verbinding. Ja, okay. Doe dat maar, ja. Oké, okay, Fred, ik zet hem snel uit, zo. Oké, okay, was jouw prank? Heb je nog meer een petto of? Ja. Wat ga je doen? Wat doe je? Wat doe je? Wat gebeurt er? Ik heb zo geen flauw idee wat er allemaal gaande is. Wat is dat, Fred? Zo, wat heb je nou wat heb je gedaan? Ik heb de stroom afgetapt. Maar wat was die scheet? Sound effect. Oké, okay, nou duidelijk. En nog meer in petto naast de scheet, stroom aftappen en belletje trek? Heb jij al een idee? Je kan een bordje achterlaten dat jij hier bent geweest. Goeie. Ja? Even pakken. Doe jij maar... Ligt daar een bordje? Ja. Oh, het is je gelukt. Nou, je gaat een bordje achterlaten. Wat gaat hij erop zetten? Oké, okay, je moet wel... Heel... Fred, schrijf wat slims op. Schrijf wat op waar... Domme koe, groen. Dat is... Oké. Okay. Weet je, we zijn helemaal klaar, Fred. Ik vond een goede prank allemaal. Waar ben je nou weer? Waarom ben je zo snel? Doe eens rustig aan, joh. Ik weet dat je helemaal in je mood bent. We zijn ook lekker. Echt, de boys... dit is de dag van de boys, oké? Okay? Zeker. En nu we toch bij... oude werk. Na je oude werk, weet je? Ik vind het prima. Wat gaan we bij je oude werk doen? Nou, bij de bank dus. Oh, Fred, zeg maar niet dat je nu ook op een... Oh, hij is waarschijnlijk op een... Hij denkt dat hij zo in zijn mood van het pranken. Ik durf te weten dat hij naar de bank gaat om daar ook dingen uit te halen. Zoals hij nu bij Fiona haar huisje heeft gedaan. Fred! Jezus, ik ben niet gewend aan dat jij zo snel bent. Dat ik gewoon... Wacht, ik kan een beetje vliegen hier. Dan haal ik je nog in. Ik ben niet aan gewend dat jij zo snel bent. Nee. Je kraampje. Je kraampje. Die waardeer je toch nog wel? Kom tot ziens. Kom tot ziens. Oké, okay, wat ga je doen bij de bank, Fred? Wat ga je hier doen? Stiekem. Stiekem, oké. Okay. Ja, er werkt nog niemand volgens mij. Dus niemand heeft hem nog overgenomen. Hallo. Ja. Hallo, wie ben jij? Hé, hey, er is weer een nieuw iemand. Huh? Ja, blijf hier ook. Dit is dus ook... Huh? Er werken allemaal nieuwe robots. Hallo, okay. Oude stomme collega's. Oké, okay, wat ga je doen? Ik zou maar gaan rennen als ik jullie was. Oh, je hebt de paniekknop ingeklikt. Paniek. Maar er is helemaal geen paniek. Wat ga je nou nog meer doen, Fred? Ik ben je echt aan het volgen. Wat... Oh nee, niet het... hij steelt het schilderij. Je weet dat kwak gemaakt door mij. Ik heb die gemaakt voor de bank en die steel je nu. Maar ga je hem neer... Fred, jezus. Kijk hoe... Die man is niet te stoppen, joh. Ik moet echt achter hem aan hobbelen. Hij heeft de paniekknop ingeklikt en een schilderij gestolen van de bank. Ik weet niet, ik wilde wat leuks met hem doen, maar hij is nu helemaal... Volgens mij is er een draadje losgeschoten. Wat ben je aan het doen? Wat gebeurt hier? Ik denk dat ik het net zo goed volg als dat jullie het nu doen, jongens. Het gebeurt echt van alles. Goedendag, je spreekt met Fred. Ja. Hallo, wie ben je? Ik zet u even... Ja. Wat? Klopt, ik wil graag een afspraak maken voor morgen. Ja. Met wie bel je? 12 uur, dat is prima. 12 uur morgen. Kom met veel... Auto's? Nee. Auto's? Niet beschikbaar. Dan met veel mensen. Tot morgen. Doei. Fred, wie bel je? Wat gebeurt er? Ja, ik heb met Groene Verhuizers BV gebeld. Groene Huizers, oké. Okay. Groene Verhuizers BV. Ja, ik ga verhuizen. Verhuizen? Hoezo? Dit is jouw huisje. Niet meer. Hoezo? Waarom? Wat is er mis met het huis? Het is een prachtig huis. Ik kan hier niet meer wonen. Hoezo ik heb niet? Hier te veel herinneringen. Aan wat? Fiona.
wat zijn de herinneringen die jij hier hebt met Fiona? Nou, ik zat daar tv te kijken. Ja? En ze liep langs. Ja? Dat was het. Dat is de... Meer niet. Is dat te veel voor mij? Ik ga een nieuw huis zoeken. Dus de... Hij heeft één herinnering aan dit huis met Fiona. En dat is dat Fiona langs liep terwijl hij tv aan het kijken was. En daardoor kan hij hier niet meer wonen. Hij heeft zijn post nog steeds niet bekeken trouwens. Oh mijn god, de huisvervrijder gaat verhuizen. Wacht, weet je? Ik ben een makelaar. Ik ben de makelaar van de stad en de koning. Oftewel, ik kan hem wel helpen. Ja, kijk, hij is al bij de makelaars. Oh mijn god, hij gaat ook gewoon naar binnen, weet je? Prima, hij mag verhuizen, maar dan ga ik hem wel helpen. Ik zit achter de balie. Goeiedag, welkom bij Wilnuts Makelaars. Waarmee kan ik u helpen? Niet. Niet. Weet je, hij komt sowieso toch wel terug. Hij kan niet zomaar ergens in huis claimen of zo. Dus laten we maar wachten. Ah, kijk, daar ben je al. Hoi. Hey, welkom bij Walnut Makelaar. Kan ik u ergens mee helpen? Nee. Waarom bent u dan hier? Ik heb een vraag. Oh, ja. Kom maar. Stel maar. Kom even mee. Maar... Fred! Nu! Oké, rustig aan. Rustig aan. Je weet dat de business van... Ik heb eindelijk een keer een klant en een... Hij springt gewoon naar beneden. Fred, ik heb zo'n mooi pad gemaakt. Wat... Jemig, hij maakt wel een gevaarlijke sprong hier over het water. Fred, wat doe je? Wat ben je allemaal aan het doen? Wat is dit? Hoe lang duurt het nog totdat dit af is? Weet ik niet. Ik moet nog eerst het interieur van de rechtbank afmaken. Oh, ik geclaimd wacht wel. Door Fred. Jij wil deze hebben? Nee. Maar dit is nog niet af. Weet je hoeveel andere huizen er staan die je wel al kan kopen? Die gewoon af zijn. Ik wil dit niet. Wat wil ik je niet? Ik heb het al. Je wil niet. Jij hebt dit al. Je weet dat je het wel moet kopen. Wacht, kom even mee naar de makelaar. Kijk, het ding is... Kijk, al die rode te koop dingetjes. Dat is allemaal al gewoon af. Daar kan je letterlijk nu je spullen heen brengen en dan woon je er. Nee. Hoezo niet? Ben ik te cool voor? Ben je te cool? Fred, je moet even rustig aan. Je stijgt nu naar je hoofd, die coolheid. Er stijgt helemaal niks. Jawel, de coolheid stijgt naar je hoofd. Nee. Nee, oké. Wil jij... Ik kan op zich wel daar een huisje voor je maken. Maar wil je echt niet al iets wat al open is of zo? Dat je gewoon zo in kan? Nee. Oké, nee, dan zou je wel even moeten wachten. Akkoord? Prima. Dan is dat het voor vandaag met jou? Hebben we je een beetje opgevrolijkt? Voel je je beter of... Ik ga... Jij gaat wat? Stelen uit de supermarkt. Wat ga je doen? Stelen uit de supermarkt. Stelen uit de supermarkt, jongens. Ik ben bang. Ik wilde Fred opvrolijken. En ik hoor allemaal zombies en weet ik wat. Maar ik wilde Fred opvrolijken. Maar wat doet hij? Waarom springt hij daar? Hij sloopt alleen maar dingen. Ik ben bang dat ik het misschien een beetje verpest heb. En dat Fred nu een soort van zijn systeem oververhit is of zo in zijn kop. En dat hij helemaal op hol is geslagen. Ik denk dat hij die Fred helemaal op hol is geslagen, jongen. Hij gaat ook verhuizen. Maar hij zat er ook wel even doorheen, hoor. Toen ik hier binnenkwam, kijk naar zijn huis. Kijk wat hij gedaan heeft. Hij heeft alles gesloopt. Hij heeft het groene tapijt weggehaald, grijs tapijt geplaatst, groen glas vervangen voor grijs glas. Oh mijn god, alles is helemaal kapot. Alleen ik wilde hem helpen, ik wilde zijn dag een beetje beter laten voelen. Maar sinds hij dat pak aan heeft getrokken, is hij echt oververhit of zo. Ik weet niet wat er gaande met hem is. Weet je, ik denk dat ik dit wel op kan lossen op één manier. Maar daarvoor moeten we toch nog heel even stiekem naar Fiona toe. Oké, jongens, we zijn er aangekomen bij het restaurant waar ze zaten, zo te zien. En niet zit... Oh, maar wat is dat? Ik wil zeggen, ze zijn weg. Dan ga ik ze echt nooit meer vinden, want wie weet waar die twee zijn. Maar er ligt nog wel iets op tafel. Wat is dit? Kamer 4. Huh? Wat is dit en wat is kamer 4? Waar is Fiona? Waar is Frits? Kamer 4. Kamer 4. Elk huis heeft al 4 kamers bijna in deze stad. Maar wat is kamer 4? Het lijkt op een sleutel. Kamer 4. Maar de enige plek waar ik me voor kan stellen is het hotel. Wat 4 kamers heeft. Meer zelfs volgens mij. En waar je een sleutel voor nodig zou hebben. Laten we maar even bij het hotel kijken. Misschien dat we daar... Het zou wel logisch zijn. Ik bedoel, ze waren op date in een restaurant. Dat ze dan met z'n tweeën naar het hotel zouden gaan van de stad. Zou op zich een... hele logische, ja, verklaring zijn, weet je. Nou, laten we even kijken. Kamer 4. Misschien kunnen we gewoon naar binnen gaan. En kijken of we hier iets kunnen doen. Zo. Welkom bij restaurant. Nee, niet jij! Nee! Wat doe jij? Nee! 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 En nee! Nee, ik dacht... wil net met mijn standaard riedeltje welkom bij restaurant. Een smakelijke messenvork. We gaan beginnen, maar... Wat nee. doe jij? Sinds wanneer werk jij hier? Ik dacht dat jij de stad uit was. Waar is Bob? Wat is er gebeurd sinds dat heel de Frederik-oorlog voorbij is? Heb ik jou gewoon niet meer gezien. Jij werkte samen met Frederik. Hè? En nu is Frederik weg. Ik wil jou hier niet hebben. Ik bel de beveiliging. Nee. Hallo, ik heb een kamer. Ik kom gewoon naar mijn kamer, naar kamer 4. Ik wil mezelf gewoon inchecken. Maar waarom sinds wanneer werk jij hier? Vandaag.
Ik moet mijn personeelskleding nog krijgen. Ik wil het zeggen, maar... je hebt nog zelfs nee, de avond. Nee, Oké, ik ga al. Sorry, Ariel. Jeemig. Ariel werkt hier. Ik dacht misschien dat zij een van de personen was die... Ga nou! Ik ga al. Ik dacht dat zij een van de personen was die op de knop had geklikt toen Fred doodging. Weet je? Wat hoor ik? Wat gebeurt er? Wat doe je? Onderhoud! Oh, oké, jongens, laten we naar kamer 4 gaan. Maar blijkbaar leeft Ariel nog en werkt ze in het hotel. Oké, interessant om te weten. Kamer 2. Nee, we hebben kamer 3 nodig, jongens. Niet kamer 2. Kamer 4 bedoel ik. Dit is kamer 3. Kamer 4 is helemaal boven. Kamer 4. Jemig, wat gaat dat hoog hier, hoor. Ik wist niet eens dat... Kamer 4 is echt... Het is een doolhof, dit. Kamer 4. Nou, dat zou waarschijnlijk wel het penthouse zijn die ze geboekt hebben. Even kijken, hoor. Hallo? Fiona. Ik ben de persoonlijke contentveen assistent. Jij bent de persoonlijke... Jij bent hier met Frits natuurlijk weer. Wat zijn jullie aan het doen? Met z'n tweeën. Om je spullen uitruimen. Met z'n spullen uitruimen. Fiona? Ja? Ik weet je prima dat je met Frits gaat. Dan mag ik eigenlijk ook helemaal niet mijn oordeel overgeven. Ja, Frits, ik kan me aankijken wat je wil. Hallo. Ik ben de persoonlijke contentveen assistent. Jij bent de persoonlijke contentveen assistent. Daarmee kan ik je helpen. Ik heb jouw hulp even niet nodig, Frits. Maar ik heb de hulp nodig van Fiona. Oké. Een fijne dag nog. Dankjewel, Frits. Fiona? Ja? Ik heb jouw hulp nodig eventjes. Ondanks dat ik jullie echt... jou een heel vervelend iemand vind wat je Fred aan doet. Maar Fred is helemaal ontspoord. Hij heeft sinds zijn pak aan heeft getrokken. Stilt die dingen. Hij sloopt dingen. Het is echt gewoon een rebel geworden. Echt waar, ja. Oké, dat klinkt leuk. Dat klinkt leuk. Nee, het is slecht. Hij steelt dingen, Fiona. Stelen. Ja, dat is niet goed. Nee, dat is niet goed, hè? Stelen. Nee. Nee. Hoezo, dat klinkt leuk. Je bent met Frits, je bent niet meer met Fred. Nee. Nee. Wat doe je? Denken. Oh, je bent aan het denken. Oké, ik ben je persoonlijke contentveen assistent. Juist. Waarmee kan ik je helpen? Je gaat meelopen met mij en we gaan samen naar Fred toe en we gaan hem weer even bijpraten, oké? Je moet even vertellen dat het niet aan hem ligt. Je moet zeggen dat hij gewoon weer Fred moet zijn. Dus dat en niet... is waarmee ik jou kan helpen, dan doe ik dat. Dankjewel, Fiona. Frits, je krijgt het zo meteen terug, oké? Dat is goed. Tot zo. Tot zo, Frits. Oké, Fiona, dankjewel dat je even meeloopt. Hier is jullie kamersleutel trouwens, die waren jullie vergeten. Zo, dankjewel. Nou, laten we Fred even zoeken. Weet jij waar Fred is? Kan je hem eens opzoeken? Wacht, doen we buiten wel even. Oké, Fiona, kan jij Fred opsporen? Waar is hij op het moment? Hij zei dat hij dingen ging stelen. Oh, je bent hem al gelijk aan het opsporen. Gevonden. Waar is hij? Bij het kattencafé. Bij het... Oh, dat is daar. Dat is hier verderop. Kom, daar kunnen we gelijk heen. Gaan we hem even aanspreken. Oh, zolang je me niet katten gaat stelen of zo. Dat is misschien... Ik denk dat René dat minder leuk vindt. Oké, Fiona, hij is hier. Althans, dat beweer jij. Weet je wat we gaan... Ik doe het woord, prima. Maar je moet goed luisteren en we gaan hem even... Jij moet hem uiteindelijk helemaal bij zinnen praten, oké? Want het is helemaal ontspoord, die Fred. Ik ga het proberen. Hij is wel gevoelig waarschijnlijk als hij je ziet, maar... Ja. Oké, blijf nog maar heel even hier staan. Ik haal hem wel even, oké? Dan doen we het hier. Oké. Hier, gewoon prima ruimte dit. Oké, blijf maar staan. Fred, waar ben je? Hey, Fred! Je steelt een kat, joh! Ja! Kom terug, Fred! Je kan niet zomaar een kat uit het kattencafé stelen. Ja, dat zijn levende dieren. Mijn huisdier. Ik heb hem een naam gegeven. Hoe heet hij? Groen. Oké, wacht. Zet Groen heel even hier aan een paaltje neer. Weet ik veel waar. Waar? Hier, zet hem heel even hier aan een paaltje hier. Prima, zo. Fred, ik heb iemand meegenomen. En we gaan even bij... Dat ga je zien. En ik wil even dat je goed naar haar luistert, oké? Oké. Ze staat daar. Yo, alles. Flex. Fiona, kom maar hierheen. Oké. Ik kom eraan. Hallo, Fred. Hallo, wat moet je? Van me. Fred, ik wil zeggen dat het niet aan jou ligt, maar aan mij. Maar je moet wel oppassen en voorzichtig doen. Dat doe ik. Wat is dit? Luister even naar de Fred. Luister, je bent ontspoord. Er is iets in je systeem. Je bent helemaal ontspoord. Nee, kijk maar, alle draden zitten nog vast. Dit is niet wie jij bent, Fred. Dit is niet wie jij bent. Fred. Luister goed naar Fiona. Wat wil ze zeggen dan? Ja, weet ik niet. Luister maar naar de. Fred, ik wil zeggen dat... Jij mooi bent zoals wie jij bent. Fred, jij houdt van groen. En jij bent de slimste robot die ik ken. Is dit serieus? Dit is serieus. Dank je. Kan ik nu gaan? Prima, ga maar. Ga maar. Ik weet niet wat er met hem aan de hand is, Fiona. Je ziet het. Hij steelt katten. Hij steelt katten. Hij heeft sinds hij dat pak... Ik weet niet wat voor pak hij aan heeft getrokken, maar wat er gaande is met hem. Maar je ziet het. Het was alsof jij niks voor hem betekende. Maar echt, weet ik, voor een uur, 3 geleden toen was hij nog hartstikke verdrietig. Ja, ik weet niet wat ik heb gedaan. Ja, je hebt hem helemaal in de war gemaakt, joh, die Fred. Je hebt zijn hele systeem is helemaal een troep geworden.
Dan moeten we die troep opruimen. Dan moeten we die troep inderdaad opruimen. Maar weet je, ik ga wel even nadenken wat er moet gebeuren. Ga jij maar snel terug naar Frits in je hotel. Want anders is die Frits weer lang alleen en dat is ook weer stom. Dat ga ik doen. En ondertussen ook nadenken wat we hier aan kunnen doen. Ondertussen ook nadenken wat we hier aan kunnen doen. Vind ik helemaal prima. Oké, tot ziens. Tot ziens, Fiona. Doei. Daar gaat ze, jongens. Daar gaat Fiona. Jongens, jullie moeten even in de reacties achterlaten. Wat moeten we doen? Hoe kan het dat Fred ineens zo ontspoord is? Hij heeft letterlijk een kat gestolen uit het kattencafé. Wat moet ik gaan doen? Hoe gaan we Fiona, of Fred in dit geval, weer normaal krijgen? Want dit klopt allemaal niet. Ik weet niet wat er gaande is, maar iets is niet zoals het hoort. Weet je, dan vind ik het voor vandaag wel even mooi geweest voor Fred. Hij heeft me even helemaal... Ik heb geprobeerd hem vrolijk te maken. Nou, jij bent weer beter. Je ziet, jij bent weer beter. Ik ben met hier op pad gegaan en ik moet nu weer... Ik moet me nu nog aan herinneren, ja. Ja, Martin. Ja, vertel eens, ja. Heb je mijn boodschappen? Ik ben nog nooit zo vet geweest. Ja, jij was ziek, maar je bent beter. Maar heb je mijn boodschappen gezien? Ja, nou, daarom ben ik beter, joh. Door die boodschappen. Ah, die boodschappen. Ik heb die honing lekker naar binnen laten geleden. Niet meer lekkere kopje thee. Ja, het heeft me één hele aflevering gekost, hè. Ik heb een hele aflevering... Ja. Van wat? Goeie tijdslid, hè? Heb ik er gemist? Hoor niet toch? Ik moet opschieten. trouwens. Nou, ja. Boeijan, zijn vliegtuig was vertraagd. Die ga ik opbouwen, maar je gaat het vliegtuig ophalen? Ja, nee, ik ga niet... Nee. Doe hem normaal, zeg je. Hey, okay, ik heb me nog nooit zo ver gevoeld, maar goed. Weet je wat het is? Ja. Ik ga lekker... Tukje doen. Goeie thee, slecht denk ik. Mijn kop thee met het live bij je honing wat je hebt gebruikt. En dan gaan we verder aan mijn huis en aan het land. Oké, prima. Doe de groetjes aan Jan, zodra hij hem ziet. Ja, maar die zie je nog niet, want zijn vliegtuig is vertraagd. Ja, dat snap ik, maar zodra je hem ziet. Ja, dan zou ik hem naar je toe brengen. Ja, nee, groetjes zeg ik. Allebei. Nee, ik hoef niet... Groenten die groeien op het land. Nee, groetjes. Oeh. Volgens mij snapt hij nog steeds niet wat ik bedoel. Nou, jongens. Dat was even onverwachts. Ik had niet verwacht dat ik Boeijan in hier rotsen zie lopen. Maar laat even weten inderdaad wat ik met Fred moet. Vergeet zeker ook even niet te liken als je toch doet, weet ik voor wat. Als je toch een advies voor mij voor Fred geeft. Want ik weet niet wat ik moet, jongens. Ik wil Fred het beste gunnen, maar dit kan ook weer niet. Weet je wat er nu gaande is? Hij is allemaal dingen aan het stelen en zo. Misschien dat er iets in het pak zit of dat er toch een draadje los is geknapt. Ik weet het niet. In ieder geval wil ik jullie bedanken voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Het was een hele interessante video. Vol met Fred. Het was gewoon een grote Fred video vandaag met een heel klein beetje Martin en een heel klein beetje Ariel, die blijkbaar ook nog leeft. Dus misschien, als theorie, leeft Bob ook nog en weet zij misschien meer over Bob. Want een paar afleveringen geleden eindigde ik mijn outro en toen dacht ik Bob te horen. Maar ik weet niet zeker, dan moet jij maar even terugkijken en weet je welke video dat was. Is niet zo heel lang geleden. En dan even kijken of dat inderdaad Bob was. Maar voor nu, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken en te abonneren. En dan, oops, kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige Content Veen deel. Heb je hem nou gemist, moet je hem zeker even kijken. Ben je weer helemaal up-to-date over alles en nog wat. En nu spreek ik later glaasje water, telt 4, flesje bier. Tot de volgende keer. Yeah!